Dit is een bespreking van het vierde en laatste stukje van paragraaf 8 van boek 25. In het voorafgaande hebben we gezien hoe de samenzweerders in Tarentum met Hannibal afspraken hebben gemaakt voor na het verdrijven van de Romeinse soldaten uit die stad. Naar die afspraken wordt verwezen met het woord haec dit. Zodra zij waren overeengekomen, zodra zij dit, toen zij dit overeengekomen waren, tunc vero, toen pas echt, tunc vero. Philomenus is de hoofdpersoon van deze zin in de nominativus. Hij gaat iets doen. Wat gaat hij doen? Vacere, hij maakt. Vacere is een infinitivus historicus, dus vertalen alsof er een imperfectum staat. Toen pas echt maakte Philomenes er een gewoonte van, een consuetudinem. Hij maakte een consuetudinem, een gewoonte om dingen te doen. Dus de inhoud van die gewoonte staat tussen consuetudinem en vacere in. Een gewoonte om 's nachts naar buiten te gaan, de stad uit te gaan, een gerundium van het 's nachts weggaan en weer terugkeren in urbem naar de stad. En die gewoonte die maakte hij frequentiorem, die maakte hij pas echt talrijker. Hij gaat elke nacht zo'n beetje op en neer. En hij was opvallend, in signis, onderwerp nog steeds, die Philomenus vandaar. En hij was opvallend door zijn enthousiasme van het jagen, nog een gerundium. Canesque et alius apparatus sequebatur en honden en ander toebehoren uitrusting en een andere uitrusting die volgde hem steeds. Sequebatur is enkelvoud, richt zich naar alius apparatus. Bij canes had er natuurlijk meervoud moeten staan. Je zou ook volgden kunnen vertalen. Honden en andere uitrusting volgden hem. Captumque ferma aliquid aut ab hoste ec praeparato alatum. Dit stukje dat loopt tot daar. En iets aliquid, iets gevangens, bijna altijd. En bijna altijd aliquid captum, iets gevangens. Of iets wat hem aangebracht was door de vijand, volgens afspraak. Dus ook Hannibal, ook de Carthagers geven hem wel eens wat mee. En soms gaat hij echt jagen. Dus bijna altijd iets gevangens, aliquid captum. Of iets aangebrachts door de vijand volgens afspraak, terugbrengend, gaf hij dat. En dan zijn er twee mogelijkheden. Gaf hij dat aut praefecto of aan de commandant, de Romeinse commandant is de bedoeling, of aan de bewakers van de poorten. Dat zijn natuurlijk ook Romeinen. Nocte maxime commiare propter metum hostium credebant. En die geloofden, dus onderwerp hier zijn die Romeinen, die geloofden daarvan afhangend een ACI, dat hij op en neer ging, commiare is heen en weer gaan, dat hij heen en weer ging, vooral het liefst 's nachts, propter metum vanwege vrees voor de vijanden. Dus die hostium hier, dat zijn de Carthagers. Dus die Romeinen denken dat die Philomenus elke keer 's nachts gaat jagen, omdat hij bang is voor Hannibal en zijn soldaten. Terwijl Philomenus ondertussen gemene zaak aan het maken is, juist met Hannibal en de Carthagers. Dat is de list.